Welkom bij een nieuwe aflevering van Debunked, waar we beweringen op social media, waar nog wel het een en ander op is af te dingen, ontkrachten. De fascinerende wereld van vaccineren. De vaccins zijn onbetrouwbaar, de bijwerkingen liegen er niet om en Bill Gates heeft geen idee wat de uitwerking op de lange termijn is. Hashtag COVID-19NL. Nou, ik snap dat heel veel mensen toch een beetje argwanend zijn ten aanzien van die vaccins, want hoe kan het dat die zo snel zijn ontwikkeld? Maar dat is eigenlijk heel simpel. Er is namelijk bakken met geld beschikbaar om een vaccin tegen corona te ontwikkelen, omdat de hele wereld door dat coronavirus is geraakt. Bovendien lijkt het coronavirus heel erg op de SARS-virussen, andere griepvirussen die al eerder, met name in Azië, zijn opgekomen. Je kan allergische reacties krijgen op het vaccin. Het is natuurlijk zo dat als je miljoenen mensen over de hele wereld gaat inenten, dat er altijd wel iemand tussen kan zitten die slecht reageert op het vaccin. En vrijwel altijd reageert het lichaam dan op hulpstoffen die in het vaccin zitten waar je allergisch voor bent. Dat is nu ook in Groot-Brittannië gebeurd bij de eerste mensen die zijn gevaccineerd. Daar zijn meteen de artsen bovenop gesprongen en dat is voor die twee mensen ook goed opgelost. Als je twijfelt of dat je allergisch bent voor stoffen die in zo'n vaccin kunnen zitten, dan kun je dat natuurlijk altijd met je huisarts bespreken. Dus de stelling dat je allergische reacties kan krijgen op het vaccin, die klopt in feite, maar die kans is wel heel erg klein. Die kans is ongeveer even groot als geraakt worden door de bliksem. De jonge mensen op hogescholen en universiteiten hebben echt een miserabel jaar achter de rug. Van mij mogen ze straks met prioriteit gevaccineerd, zodat ze weer snel kunnen reizen en fysiek samen kunnen leren. En ja, iedereen heeft het moeilijk, hoef je mij niet uit te gaan leggen. Nou, ik ben het allereerst met Andrea eens dat jongeren het ook ontzettend moeilijk hebben. Juist vanwege dat onderwijs op afstand, een gebrek aan sociale contacten, het verliezen van bijbaantjes, noem het maar op. En daarom heeft D66 ook voorstellen gedaan hoe we vanaf het nieuwe jaar weer meer fysiek onderwijs kunnen geven. Met sneltesten op onderwijslocaties, spotschermen en mondkapjes in de collegezaal. Maar nu het vaccin er is, moeten we keuzes maken wie we als eerste vaccineren. En daar beslissen wij als Tweede Kamer niet helemaal zelf over. Dat vragen we aan experts. En de Gezondheidsraad heeft nu geadviseerd om te beginnen met kwetsbaren en medewerkers in de zorg. Het gaat over een paar miljoen mensen in Nederland die het meeste risico lopen om heel erg ziek te worden van het coronavirus en er misschien ook zelfs aan te overlijden en daarmee ook een enorme druk leggen op onze ziekenhuizen. Door bij die mensen te beginnen kunnen we ervoor zorgen dat de druk voor zorgmedewerkers afneemt en we op een gegeven moment ook coronamaatregelen kunnen versoepelen omdat die kwetsbaren in Nederland dan minder risico lopen omdat zij zijn gevaccineerd. Dus ja, jonge mensen hebben het super zwaar. Maar de experts raden ons aan om niet bij jongeren te beginnen met vaccineren, maar juist bij kwetsbare ouderen en medewerkers in de zorg. We blijven daar overigens natuurlijk wel flexibel kijken naar welke vaccins er op de markt zijn. Want per vaccin kan het verschillen of dat het juist zelf bijdraagt aan het voorkomen van klachten of aan het voorkomen van de verspreiding van het virus. En de Gezondheidsraad kijkt dan ook per vaccin voor welke doelgroep dat vaccin het beste geschikt is. En dan nog dit. Ik hoor vaak van mensen dat ze bang zijn dat het wordt verplicht om je te laten vaccineren. Nou, D66 is daar heel duidelijk over. Dit gaat over je lichamelijke integriteit. Je bent zelf de baas over je eigen lichaam en bepaalt dus ook zelf of dat je het vaccin laat zetten of niet. Is het coronavaccin veilig? Het antwoord is ja. We maken al heel lang vaccins. En er zijn veel wetenschappers bij betrokken die ook onafhankelijk worden gecontroleerd. En omdat er nu heel veel geld beschikbaar is voor de strijd tegen het coronavirus, hebben bedrijven over de hele wereld sneller dan normaal een vaccin kunnen ontwikkelen. Maar ook dat vaccin is dus veilig. Ik ben heel erg benieuwd of dat jij je wel of niet laat vaccineren tegen het coronavirus en waarom. Laat het ons alsjeblieft weten in de comments. Het mag officieel nog. Gelukkig nieuwjaar. En laten we hopen dat 2021 een leuker jaar wordt dan 2020. Ja? Cool.